Goedenavond. De kartonfabriek Octo in Winschoten moet volgens de bewindvoerders van het bedrijf open blijven. Ze schrijven dit in een rapport aan de minister van Economische Zaken. De overheid moet dan wel met geld over de brug komen, omdat de grootste aandeelhouder, KNP, niet bereid is er meer geld in te stoppen. In de komende 5 jaar moet er voor Octo 34 miljoen gulden beschikbaar komen om het bedrijf draaiende te houden. De pogingen om het te verkopen zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Een groep van 22 Papoea's uit West-Irian, het voormalige Nederlands-Nieuw-Guinea, heeft politiek asiel gevraagd in Nederland. Het zijn de leden van de band The Black Brothers en hun vrouwen en kinderen. Ze traden op in het onafhankelijke buurland Papoea-Nieuw-Guinea, maar ze kregen last met de autoriteiten die hun liedjes te anti-Indonesisch vonden. De groep week uit naar Nederland, waar ze nu sinds eind januari in 7 gemeenten zijn ondergedoken. De ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken zullen een beslissing nemen over de asielaanvragen. Italië beleeft zijn 39ste kabinetscrisis sinds de oorlog. Premier Cossiga heeft zojuist aan de Italiaanse president het ontslag van zijn kabinet aangeboden. Vanmorgen al deelde hij aan het parlement mee dat de socialisten en republikeinen zijn christendemocratische minderheidsregering niet meer steunen. In de Italiaanse stad Milaan is vandaag een officier van justitie vermoord. De 48-jarige Guido Galli werd door onbekenden doodgeschoten op het terrein van de Universiteit van Milaan. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de stadsguerrillagroep Frontline. Galli is de 3e hoge functionaris in de rechterlijke macht die binnen 4 dagen tijd is vermoord. De regering van Colombia is niet van plan toe te geven aan de eisen van de bezetters van de Dominicaanse ambassade in Bogota. In die ambassade worden nu al bijna 3 weken 30 diplomaten gegijzeld. De bezetters eisen de vrijlating van 70 politieke gevangenen in Colombia, maar de regering wil daar niet op ingaan. Sportvoetbal. Vanavond zijn de kwartfinales Europa Cup 1 gespeeld. Ajax won met 4-0 van Racing Strasbourg. De eerste wedstrijd eindigt in een 0-0 gelijkspel. Ajax gaat over naar de halve finale. Hajduk Split won weliswaar van de Hamburger SV met 3-2, maar de West-Duitsers bekeren verder. Dynamo Berlin verloor van Nottingham Forest met 1-3. De eerste wedstrijd tussen de beide clubs eindigde in een 1-0 overwinning voor Dynamo. Nottingham Forest plaatste zich voor de halve finale. Real Madrid versloeg Celtic Glasgow met 3-0. De eerste ontmoeting eindigde in een 2-0 overwinning voor Glasgow. Dus gaat Real Madrid verder. Het nieuwsoverzicht. De spoorwegen willen in verband met de FNV-staking morgen rijden met een nooddienstregeling. Intussen is het vandaag niet duidelijk geworden of de bereidheid tot staken er groot is. De spoorwegen gaan ervan uit dat veel mensen toch aan het werk zullen gaan. Aan NS-directeur Ploegen de vraag of de gisteren opgezette nooddienstregeling voor morgen nog zal gelden. Ja, wij zullen in de kranten morgenochtend een telefoonnummer publiceren voor algemene informatie. En daarenbuiten kan men iedere uur na de nieuwsdienst in de rubriek verkeersmededelingen bijzonderheden over de treinen lopen horen. De FNV-actie heeft ook invloed op radio en televisie. Het VARA-personeel staakt, zodat er morgen geen VARA-radio-uitzending is op Hilversum 4 en geen VARA-televisie op Nederland 1 morgenavond van 7 tot 9:30. In Amsterdam zijn vanmiddag koning Juan Carlos en koningin Sofia van Spanje begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan ons land. Het Spaanse koningspaar arriveerde op het centraal station van de hoofdstad met de koninklijke trein. Eerder waren ze geland op Soesterberg. Ze werden begroet door koningin Juliana en prins Bernhard. Daarna ging het naar het paleis op de Dam, waar koning Juan Carlos en koningin Sofia logeren. De Spaanse koning legde vanmiddag een krans bij het monument op de Dam. President Carter zal volgende maand in Washington afzonderlijk praten met president Sadat van Egypte en premier Begin van Israël. Carter wil dan graag spreken over het probleem van het Palestijnse zelfbestuur op de westelijke Jordaanoever en in de Gaza-strook. In Camp David hadden ze afgesproken dat de onderhandelingen daarover voor 26 mei moesten zijn beëindigd. De weersverwachting tot morgenavond, veel bewolking, maar geen sneeuw van betekenis. Ook enkele opklaringen, vooral in het noorden. Minimumtemperatuur rond min 2 graden. Middagtemperatuur ongeveer plus 2 graden. Veel wind. De vooruitzichten voor vrijdag en zaterdag, af en toe neerslag, later stijging van temperatuur. Goeienacht.